Hallo allemaal, ik ben Anna Magdalena Zijne. Ik ben personal coach en astrologe en medeoprichter van Anders Samen. Ik heb besloten om filmpjes te maken over astrologie, omdat ik jullie op een heel laagdrempelig manier kennis wil laten maken met astrologie. Ik ga jullie vandaag vertellen over de aankomende maansverduistering dat op 4 april plaats zal hebben. Het is tevens een volle maan. En volle maanen zijn momenten van evaluatie, van dat iets tot voltooiing komt. Er zijn momenten waarin je dat wat je gezegd hebt in het verleden tot uiting komt, tot een succes of tot een mislukking. Indien een succes is, kan je het verder zetten, consolideren. Indien een mislukking is, kan je kiezen tussen jouw plannen aan te passen of het project helemaal los te laten. Afhankelijk waar in welk huis in je horoscoop valt, deze volle maan heeft te maken met dat gebied in je leven waar het de voltooiing plaats heeft. Dus stel voor dat de volle maan in je 10e huis valt, dan heeft dat te maken met je carrière, met je beroep. Als het in je 2e huis is, dan heeft het te maken met financiën, met geldzaken. Als het in je 5e huis is, kan met je kinderen te maken hebben. Als het in je 7e huis is, bijvoorbeeld, kan te maken hebben met je relatie, met je partner. Het is sowieso een volle maan in weegschaal. En weegschaal is alles wat te maken heeft met onze manier om met elkaar om te gaan. Onze behoefte om in relatie te staan met andere mensen. Dus het is een relationele stukje dat hier tot uiting komt. Let maar goed op van de emoties die je hebt voor en na de eclips. Dus zo een aantal dagen voor 4 april en een aantal dagen daarna. Het kan best dat je heel heftig emotioneel kan reageren. Probeer daar niet helemaal al je broegen achter je te verbranden. Want denk maar dat het een tijdelijke uitbarsting is die door deze maansverduistering en volle maan aan escaleren is. Dus probeer je even te aarden en te kalmeren en neem tijd om alleen te zijn en met jezelf weer in contact te komen. Het is een heftige periode en waarom een heftige periode is omdat die vierkant tussen Pluto en Uranus, waarover ik jullie in mijn eerdere film heb verteld, is nu aan afnemen. Op 16 maart was de laatste exacte vierkant tussen die twee planeten, al de 7e vierkant in sinds 2012. Dus dat is een energie die opgebouwd is in tijd. Die elke keer bij de exact aspect tussen die twee een piek heeft ervaren. En nu als laatste, 16 maart, de laatste en ook een afsluitende periode was van heel veel spanning die de laatste 2,5 jaar heeft zich opgebouwd. Dus probeer begrip te hebben voor je emoties. Die komen omdat de maan haar licht schijnt op deze aspect. En dat nog steeds aan afnemen is. En het zal langzaam vervagen. Maar het is deze weken, het is nog heel erg, nog heel veel actief. Kijk maar wat je allemaal een aantal maanden geleden in oktober 2014, wat je toen als nieuw hebt gezaaid, wat waren je plannen toen? Wat ben jij toen begonnen? Want er zit een verbinding tussen toen en wat nu op 4 april
gaat tot uiting komen. Het kan best dat het zaken die toen begonnen zijn, dat het nu tot een bepaalde afronding komen. Kijk maar in je horoscoop. Als je je horoscoop kan lezen, kijk maar op welke huis valt weegschaal, 14 graden weegschaal. En dan zal je meer weten in welke levensgebied dat voltooiing plaats heeft. Indien je hulp nodig hebt en wil weten hoe je astrologische horoscoop eruit ziet, je persoonlijke horoscoop, nou, stuur maar een mail en ik kan voor jou berekenen je horoscoop en kunnen we samen kijken welke invloed deze maansverduistering op jou persoonlijk heeft. Een maansverduistering is eigenlijk een de zon, de aarde en de maan dat in één lijn staan. Dus werkelijk de schaduw van de aarde gaat de maan verduisteren. Dat is technisch, hè? Nou, weer technisch. Wij werken in astrologie met de maansknoppen. Dat zijn eigenlijk een soort van fictieve punten in de horoscoop. De punten waar de elliptica kruist met de baan van de maan. Deze maansknopen zijn een paar. Je hebt de noordelijke maansknop en de zuidelijke maansknop. Als het sprake is van een verduistering, dat is altijd een van de maansknoppen die in verbinding staan met de zon of de maan, dat het licht dat verduisterd wordt. In dit geval hebben wij de zuidelijke maansknop dat in conjunctie staat met de zon. De zuidelijke maansknop is in ram. En de zuidelijke maansknop staat symbool voor alles wat ons bekend is. Alles wat wij kennen, heel goed kennen. En in dit geval is dat ram. Ram is een heel vluchtige, snelle energie. Ram wil dingen snel in gang zetten, is heel ongeduldig en heel assertief en heel gericht op zijn eigen behoeftes en zijn eigen ideeën en zijn eigen persoon. Aan de andere kant, de noordelijke maansknop is in weegschaal. En weegschaal is juist de tegenovergestelde van ram. Weegschaal zoekt harmonie. Weegschaal is heel diplomaat en wil vrede stichten. En kan zichzelf opzij leggen om voor het algemene goed, voor het vrede. Weegschaal wil relaties aangaan met mensen. En weegschaal houdt heel veel rekening met anderen. Dus wat deze maansverduistering ons vraagt, is om wat rustiger te zijn in wat wij denken dat belangrijk is voor ons. Wat minder individueel gericht en meer rekening houden met onze naasten. Dus dat op relationeel gebied meer rekening houden met onze medemensen. Veel mensen vragen zich in deze periode af wat hun doel op deze aarde is. Wel, mensen hebben twijfels over hun bestemming en hebben keuzes gemaakt waardoor zij een nieuwe weg ingeslaan zijn. Ik kan me voorstellen dat ze nog twijfelen aan hun keuzes en dat ze zich afvragen of ze op de goede weg zijn. Het is een algemene thema bij mensen in deze tijd. En dat heeft te maken met geloven in je eigen waarden. Geloven in je eigen ideeën over de wereld. Dus wat mensen bang maakt is dat zij ontdekken dat ze best alleen staan in hun manier van denken. En het is net pril begonnen dat ze gelijkgestemden gaan zoeken
En dat ze ook gelijkgestemden zullen vinden. Ze moeten alleen wat meer geduld hebben voor dat. En dat ze hun vertrouwen houden in het leven. Het is te danken aan Saturnus dat een boogschutter loopt. En boogschutter is een teken van... is het teken van de filosoof. Het is dat stuk in ons die vanuit bezieling leeft en vanuit een filosofie. Boogschutter heeft visie. Wil zijn visie overdragen en vertrouwt op het geheel. Saturnus in boogschutter zou ons voor de volgende 2,5 jaar uitdagen om onze eigen filosofie neer te zetten en te geloven in onze eigen krachten en in onze eigen mindsysteem en onze eigen gedachten. Hij vraagt ons om onszelf serieus te nemen en het is ook een bepaalde verantwoordelijkheid dat geëist wordt om in de congruentie van onze gedachten. Congruentie is als je gedachten, je emoties en je daden op één lijn staan. Dus dat je doet wat je zegt. Dat je een voorbeeld bent van authenticiteit. En het is tijd gekomen dat mensen meer congruent gaan worden in hun gedachten en in hun emoties. Want meestal zit daar tussen de emoties en de gedachten zit een grote gap. Mensen willen van alles, mensen denken van alles, maar zij voelen weer iets anders. En dan houden ze elkaar meestal in een soort van clinch. In een soort van hold, waardoor ze geen stapje vooruit doen. En wat niet vooruit gaat, gaat achteruit. Hè? Want onze enige constante is evolutie, vooruitgaan. Het is een tijd gekomen dat we meer op onze eigen filosofieën moeten vertrouwen. En minder bevestiging zullen vinden in de buitenwereld. Het is een periode van heel alleen zijn en heel alleen voelen met onze gedachten. Hou vertrouwen in jezelf. En weet dat intuïtie aan aanscherpen is. En dat je meer en meer zal weten wat het beste voor jou is. Jullie hebben waarschijnlijk alvast gemerkt dat de oude structuren aan instorten zijn. Dat heel veel van onze oude wereld niet meer werkt in deze tijd. Het is wel tijd dat er nieuwe structuren aan ontstaan zijn, dat meer vanuit die authenticiteit van de individu worden gezet en minder vanuit de macht en de patriarchale, oude patriarchale wereld. Het is een nieuwe tijdperk dat we erin zijn gegaan en deze jaren zijn jaren van evenwicht zoeken. Daarom ervaren wij ook deze jaren als heel, heel chaotisch in onze emoties, in onze gevoelens. Maar vergeet niet dat een doel hierachter zit. De grootste doel is om meer vertrouwen te hebben in onze eigen intuïtie, in onze innerlijke stem, dat wij meer en meer in verbinding komen met onze hogere zelf dat in ieder van ons aanwezig is. Dus hou vertrouwen, vooral vertrouwen in jezelf. Je bent op de goede weg, geloof me, je bent op de goede weg. Als je meer wil weten, kan je op mijn website terecht van www.andersamen.be of mijn website over astrologie www.anna-magdalena.be. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. Ik wens jullie een prettige dag en tot kijk.